vind ik eigenlijk zo leuk. Dus ik weet niet waarom ik ze... Ik ben er wel blij mee. Het is nog niet helemaal zoals ik het wil, maar dat kan gewoon nu nog niet. Ik kwam erachter dat ik eigenlijk nog niet heel veel gegeten had. Ik kreeg deze net binnen. Echt superleuk. En nu is het tijd om te gaan koken. En ik ga een lekkere gezonde pasta maken. Goedemorgen, het is dinsdag en ik begin de dag met thee. Sarah is gaan het aankleden. Ik ga na mijn thee ook even douchen en aankleden. En dan gaat Sarah aan haar school beginnen. En ik ga even de slaapkamer denk ik weer schoonmaken en rechttrekken. We moeten vanmiddag ook de deur uit, dus ik hoop dat we op tijd klaar zijn voor alles. Maar eerst maar meteen even douchen en opmaken. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Mijn haar heb ik nog niet gedaan, dat ben ik even aan het laten drogen. Ik heb deze trui aan van Reinders, broek Levi's, dat is weer zo'n Mile High. En mijn Timberland boots, die heb ik een tijd niet aangehad. En die vind ik eigenlijk zo leuk, dus ik weet niet waarom ik ze... Ja, ik weet eigenlijk wel waarom ik ze zo weinig aan doe. Ik vind ze bij heel veel dingen niet leuk staan, dus ja, dan laat je ze wat sneller staan. Maar ik vind ze echt geweldig en ze lopen ook echt heel lekker. En nu ga ik even de planken met de parfumetjes weer helemaal schoonmaken en rechtzetten. Want iedereen zit er al aan. Dus het staat echt schots en scheef. Kijk, dus er staat nu staat ook van alles tussen. En dit ga ik even helemaal weer schoon en netjes maken. Klaar. En ik ben er wel blij mee. Het is nog niet helemaal zoals ik het wil, maar dat kan gewoon nu nog niet. Ik heb het nu zo ingedeeld. Dit zijn allemaal mijn luchtjes. Ik heb vroeger echt een lange tijd luchtjes gespaard, dus daar heb ik echt nog heel veel van. Sarah de luchtjes. Oh, hier Sarah de luchtjes. Dit is voor in de kamer. Dit kan je op bed sprayen. En Marco's luchtjes. En dit vind ik wel heel leuk. Dat was ook de bedoeling. Deze heb ik met het oesterrapen gevonden. En die wilde ik dus in de slaapkamer gebruiken. En daar heb ik nu Marco's monstertjes in. Ik heb geen monstertjes meer, want ik maak ze altijd op. Maar ik vond dit wel heel leuk liggen. En het heeft natuurlijk ook een beetje dat paarlmoer marmerachtige gevoel. Dus ik vond dat wel heel erg leuk om die zo te gebruiken. En dan even deze twee luchtjes, die zijn, ben ik aan het opmaken, want die hebben geen doos. Dat vind ik wat irritant, dus die moeten op. En... Dit zijn van die 2-in-1 dozen. Ik hou daar eigenlijk nooit van. Ik heb het liefst ongeparfumeerde body lotion. Dus die gaan daarna op. En die wil ik wel weer opnieuw, maar dan gewoon los. En even een snelle blik. Dit zijn mijn luchtjes. Deze heb ik gewoon heel goedkoop kunnen kopen. En dan al mijn goede luchtjes. En dat zijn er echt wel veel. Deze verkleurd heeft in de badkamer gestaan. Echt irritant. Sommige zijn best wel wat ouder al. En sommige zijn nog wel recent. En dit waren de luchtjes van mijn oma. Deze weet ik eigenlijk niet waar ze voor gebruikte. En deze opium, als ik daar rijk, dan denk ik altijd aan mijn oma. Dit is gewoon nog steeds haar luchtje. En toen was het alweer wat later. Maar dat weet ik niet. Ik weet het even niet, Sarah. Soms moet ik ook even nadenken. Ik kwam erachter dat ik eigenlijk nog niet heel veel gegeten had. En we moeten zo meteen alweer weg over een half uurtje. Nee, we hebben afspraak. Ja, dus ik maak... even naar oma. Ik ga even langs oma dan. Erbij. Dus ik maak even snel een geroosterd boterhammetje. En ik wilde dit met kiwi eten. Alleen, we hebben alleen kiwi green. En ze zijn echt keihard. En dan zijn kiwi greens echt nog niet lekker. Ja, en ik heb een vraag aan de vlog. Oh, wat wil jij vragen aan de vlog? Wel aan de mensen die de vlog kijken. Ik doe iets met...
bijvoorbeeld ko. En dan staat erbij online. Je hebt een laatste klank en dan moet een klank voor. Maar daar heb je niet veel aan als je dat vraagt. Nou, we kunnen wel kijken of mensen wat kunnen verzinnen, want wij komen er even niet op. Je hebt maat. Maar maat. Dus je hebt bijvoorbeeld per en dan heeft ze koper ervan gemaakt. Of nijn en dan is het ko. Dus konijn. Of tel met ho ervoor, dus dan wordt het hotel. Ja, maar op maat komen we even niet op een woord. Dus wat kan er voor maat van bestaande uit twee letters of misschien drie? Komaat. Komaat. Tomaat. Ja, oh. Ja. Ja, ik had ook. Doe maar even aan tafel, schat. Ja, doe maar even aan tafel. Goed zo. Ik snap er nog even. Soms heb je even, dan blijf je hangen. Bij de laatste. Kijken. Oh, die rebus. Nee, met er staat melk en dan wordt dat. En daar bedoelen ze mee kop. Kop wordt. Kop. Top. 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 De K wordt een T. Vogel in. Boom. In boom. Dit is een boom, maar dat wordt een min. Boom. Nee, het is geen kop. Het is een beker. Beker. Wat wordt een beker? Nou, de K wordt een T. Wat staat er dan? Beter één vogel in. Nou, dan weet je hem al. Beter één vogel in de. De boom. Nee, dat is een den. In de. Ja. In de. In de hand. Ja, een den. Dan 10 in de lucht. Ja, nou schrijf hem maar op. Ja, dat, die heb je maar geleerd. Ja, die wist daar, zei ik al. Een ezels. Nee, we hadden pas spreekwoorden en gezegden. Weet je het nog? Ja. Daar was die van. Spreekwoorden en gezegden. Beker. Ja, even naar boven gelopen, want Sarah was nu heel lief aan het werk. Dus die had ik niet verder verstoren. Ik kreeg deze net binnen. Echt superleuk. Aandoen. En ik heb nog geen groene bontjas. Alleen ik heb echt de meest verschrikkelijke mouwen voor onder zo'n jas aan. Omdat deze heel erg wijd zijn. Dus deze gaan niet onder elke jas. Sommige jassen is het geen probleem als die wat wijder zijn. Maar met deze jas is het dus wel lastig. Maar ik vond hem wel echt heel leuk. Een groen bandjasje erbij. Want jasjes heb je nooit te veel. Oh, dat is raar. Ik wilde kijken of die niet ingezoomd was. Ik ging die al filmen. We zitten in de auto en we gaan naar de afspraak. Het is best lekker weer, moet ik zeggen. Ja. Ja, het is echt niet zo koud. Lekker thee met koekjes. En nu is het tijd om te gaan koken. En ik ga een lekkere gezonde pasta maken met spinazie, spekjes, pijnboompitta, ui en tagliatelle. Ik ga beginnen met wat pijnboompitjes roosteren. En ondertussen ga ik even deze ui snipperen. De pitjes zijn geroosterd. Dus nu gaat er spek in de pan. Zo. De pan is natuurlijk gelijk warm. En ondertussen ga ik de tagliatelle koken. Nou, ik heb precies genoeg, denk ik, voor deze keer. Dan kan ik nu zo gelijk in mijn pot. En dan gaat het ui bij het spek. En ik heb hier dus ook een teentje knoflook aan toegevoegd. De tagliatelle staat lekker te koken. En nu ga ik spinazie hier elke keer een beetje aan toevoegen dat hij kan slinken, want ik kan geen 600 gram in één keer in mijn pan kwijt. Ik heb een klein beetje zonnebloemolie aan de pasta toegevoegd. En dit is dus de geslonken spinazie. En dat ga ik zo op tafel zetten. En dit is eigenlijk ook al een beetje olierig vetterig van de spek. En dit is de pasta. En dan gaan er nog lekker pijnboompitjes op. Natuurlijk mag jij ook wat pijnboompitjes. Hallo, we hebben heerlijk gegeten. Ik heb de tafel net al een beetje afgeruimd, nog aan de tafel schoongemaakt. Nu zitten we allemaal lekker met z'n drieën op de bank. En mijn ouders zitten lekker op mijn telefoon. Ik ben helemaal alleen te gaan vloggen. Zoals je ziet daar. En ja, ik heb een beetje een snoetje. Een peperkat. Hoe noem je dat?
Papercut. Papercut. Pepper. Papercut. Papercut. Ja, papercut. Dat is bij deze vinger. Nou, niet deze. Auw, papa. Ik mag je weer niet opsteken. Ah, oh, dat is op de papercut. Nee, dat was eronder. Dat was bij. En niet bij mijn papercut. Dat vind je leuk, hè? Zo, hij ligt op bed. Marcus, ik ga hem opbrengen. Dus ik ga de schotels in orde maken. Maar die heeft zo'n rommel van haar papierwerk gemaakt. Het is echt bizar. Het is één stapel met van alles. Het is al een speelgoed in de schotels. Dat is niet de bedoeling. Even kijken. Gaan we alles erin doen? Morgen heeft ze weer school bij mijn moeder. Dus dan kan ik weer even misschien aan de slag hier. Want echt, zonder die dag in de week zou ik er helemaal niet meer voor elkaar krijgen. We hebben weer heel veel boodschappen. En gelijk weer lekker mandarijntjes. Ik ga opruimen. We hebben net even tv gekeken. En toen is Marco naar bed gegaan, toen heb ik nog even snel nog wat gegeten. En nu alles wegzetten en mijn bed in. Want ik moet morgen gewoon weer tijdens uit bed. Echt, Ik denk dat heel veel mensen echt denken, als ze horen hoe laat het uit is, dat ze echt denken dat is goed tijd. Maar voor mij is dat heel vroeg. Want dat doe ik momenteel gewoon niet meer. Dat was er aan. Maar goed, ik ga dus slapen. Ik heb alles verder al opgeruimd. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!